Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. In de vorige aflevering heb ik heel veel informatie gegeven over hoe het spel een beetje werkt. En in deze aflevering gaan we beginnen met de storage room te maken. En dan gaan we gelijk beginnen met het exploren van een dungeon. Dus ik ga gewoon hier heel eventjes een extra muurtje bouwen. Zo. Of ja, muurtje, eigenlijk een beetje een wall. Dus de cursor is best handig om zeg maar dingen te plaatsen. Misschien eventjes moeilijk om daar eventjes aan te wennen. Ben ik heel eerlijk in. Maar op zich is het best wel makkelijk om het te gebruiken. Dus ja, het is misschien heel eventjes wennen. Maar als je er eenmaal aan gewend bent... Oh, dat is eentje te ver. Als je er eenmaal aan gewend bent, is het op zich heel erg makkelijk om hem te gebruiken. Dus oké, ik pak heel eventjes deze deur. Die plaatsen we heel eventjes daar. En hier kunnen we nog een ondergrondse storage maken als we hier te weinig kistjes kunnen plaatsen. Heb ik iets nodig? Ja, ik had toch walls. Dus even de automatische dinges. Yo! Dus ja, op zich gaat het bouwen heel erg snel zoals je ziet. Oké, ik heb wel meer nodig. Waar heb ik hem? Waar kan ik mijn... Oh, hier. Ik sta er niet te dichtbij. Dus... Nou, eens even kijken. Ja, storage, ik vind het zelf altijd makkelijker om gewoon de kisten te gebruiken die ik vind. Aangezien dat ik niet echt materialen wil verbruiken die dus zeg maar... Volgens mij heeft Brian een probleem. Ja hoor, Brian, als jij nou eens gewoon dit huis inkomt. Nou ja, op het zich hoeven we ons niet echt zorgen te maken op het moment dat we ver weg zijn. Want dan zul je geen schade nemen. Maar Brian, echt, kom gewoon in huis. Ik weet het, dan zou ik eigenlijk een luxe wapen of een luxe item hier neer moeten zetten. Maar ja, ik ben daar nog te lui voor. Oké, dat we hier de eerste dood... Waarom doe ik hem eigenlijk zo? Ik doe het altijd anders. Mag ik heel even de kist terug? Dank je. Ik denk dat ik ze hier neerzet. Vanaf hier en dan zo 1, 2, 3. Oké. Kisten kunnen we renemen. Ik ben iemand zeg maar die houdt heel goed van organiseren. Dus ik maak de eerste kist even als bouwkistje. Daar mogen dus zeg maar zoals dirtblocks, nou ja, die hebben we nodig. Dus dan kunnen we eventjes de woodwall neerzetten. En voor de rest heb ik even geen bouwmateriaal. Over materialen gesproken. Materialen komen we heel erg veel tegen. Dus materialen. Ik hoop dat ik het goed schrijf, zo niet lekker belangrijk. Zoals rotten chunks, daar kunnen we dus zeg maar later dingen mee maken. Rotten chunks zijn heel belangrijk. Recall potion is heel erg handig. Health potions, maar die wil ik nog even bij me houden. Granaten, zal ik ook maar even bij me houden. De hamer hebben we heel eventjes nodig. Ja, hout wil ik eigenlijk heel eventjes bij me houden, mochten we dus platforms nog nodig hebben. Materialen hebben we nou dus zeg maar, ja, dit is ook een materiaal, maar die hebben we nodig om toortjes te maken. Dus daarom is het heel erg belangrijk om de toortjes bij ons te houden. Tin ore, ja, die wil ik verkopen. Alles wat ik wil verkopen, gooi ik even hierbij. Shurikens kunnen heel erg handig zijn. Heb ik nog meer? Nee. Oké, nou, de derde die ik dus zeg maar altijd pak is altijd resources. En dat zijn dus zeg maar de bars die we dus zeg maar kunnen maken. Nou, geloof me, er is hier heel erg veel meer dan de vier standaard resources die je in Minecraft gewend bent. Sowieso heb je een andere benaming. Je hebt twee soorten, zoals ik al zei. Je hebt tin en je hebt koper. Nou, wij zitten in een wereld met tin. Tin is waardeloos, dus willen we verkopen. Lead staat gelijk aan iron. Lead bars, die pleur ik heel eventjes daarbij. En voor de rest houden we alles bij ons wat we bij ons hebben. Nou, eigenlijk heb ik de carrot niet nodig, want Fiverr is al bij ons. Zoals jullie weten, Fiverr is ons kameraadje in deze Let's Play. Rico Potion zorgt ervoor dat we terug naar het spawn kunnen. Dat is handig. Ja, oké. Dus het enige wat ik nog eigenlijk zou willen verkopen, dat is dus zeg maar die tin bars. Want daar kunnen we niks mee. Oh ja, ik zou wooden armor maken. Heel erg belangrijk om dat niet te vergeten. Even kijken. Wood helmet. Wood... chestplate en wood greaves. Het leuke is als je dus zeg maar één setje aandoet. Ja, nou zien we er dus helemaal houterig uit. Maar dan krijg je dus een extra bonus. En even kijken. Hij zegt dat we een set... Oh, deze is alleen maar equipable. En daar krijg je anders geen defense van. Nou ja, we krijgen die 3 defense. Het is niet veel, maar het is het begin. Dus, nou, we hadden... Wil jij even opdonderen? Dankjewel. We hadden een leuk cave system gevonden, dus ik hoop dat we heel erg veel geluk gaan hebben. Wat ons goal is daaronder, is om zoveel mogelijk resources te vinden. Dus we weten dat we lood hebben. De tweede wat we kunnen vinden, dat is tungsten of zilver. Dat is dus zeg maar een niveau sterker als lood slash iron. In deze Let's Play is het dus lood. En dan hebben we dus ook nog goud of platinum. Maar geloof het of niet, in tegenstelling tot Minecraft, goud is zeer waardevol. Of het is platinum. Ligt eraan wat het is. Het is allebei even sterk, maar ja, in elke wereld kan het veranderd zijn. Dus ik zie hier een plateau. Ik wil weten wat daarboven zit. Slime hier gaat toch niet vervelend worden, hè? Nogmaals, je wil heel erg voorzichtig zijn voor fall damage. Op het moment dat je valt,
van een enorme hoogte, dan kun je dus zeg maar nogal een pijnlijke dood sterven. In Terraria kunnen we niet zwemmen, daar hebben we equipment voor nodig. Die equipment hebben we niet, dus ja, ik heb helaas geen glowsticks. Dat is verlicht onder water, dus ik kan niet water areas exploren. En ik denk dat ik hier eventjes alvast van steen meeneem. Want ja, het is met craften en er zijn heel veel spellen waar je moet craften. Maar ja, we hebben dus zeg maar een furnace nodig om dus zeg maar bars te kunnen maken. Voordeel is, de furnace werkt automatisch en daar hebben we dus zeg maar geen resources voor nodig om een furnace te laten branden. Wat eigenlijk best wel handig is. Goed. Nou, en oh boy. Wil je mij niet zomaar de diepte indouwen? Serieus, je geeft me een kleine hartaanval. Life kunnen we trouwens increasen mochten we life crystals vinden, wat zeker handig is. Nou, eventjes wat steen extra pakken. Ik bedoel, ja, we hebben het toch even dadelijk nodig. Zeker voor onze tweede verdieping dadelijk, want ik heb al een leuke idee voor onze eerste verdieping van het NPC-huisje. Want ik hou van thematisering en daarom wil ik iedere verdieping in een andere stijl bouwen. Dus onze beeldverdieping is ja, voor ons eigen van hout gemaakt. Ik ben van plan dan om zeg maar een soort stenen look te geven aan de eerste verdieping van de NPC. En wat later komt, dat is zeg maar wat we dan zeg maar nog kunnen vinden. Dus ja, er zijn heel erg veel NPC's in dit spel. Dus daar moeten we wel een beetje rekening mee houden. En waarom zijn er hier zoveel van die stomme... Oh boy. Dit is donker hier. Oh, ik heb geen torches meer. Ik denk al, waarom krijg ik geen torches? Ja, ik gebruik heel erg vaak shift. Shift zorgt er dus zeg maar voor dat je automatisch een torch in je handen hebt op het moment dat... Oh, dit loopt ineens een stuk door. Oké, nou dan gaan we hier gewoon verder naar beneden. Hopelijk komen we niet gelijk hele sterke vijanden tegen. De reden trouwens dat ik op buren kan bouwen, dat is heel erg makkelijk. Dit is zeg maar een dirt achtergrond en op achtergronden kun je dus alles plaatsen. Zoals torches, dirt, noem het maar op. Op het moment dat we dit hier hebben, kan het niet meer. Dus hier kunnen we geen torches meer op een muur bouwen. Moeten we dus zeg maar echt hierop plaatsen. Stromend water, dat zal het water of zal torches niet veranderen. Tenzij dat het echt een golf van water is, wat ook echt een blokje water als een blokje water telt. We beginnen part 2 met een life crystal. Ik ben zo happy. Zit er een trap? Ik ben zo bang. Ik weet dat dit spel is nogal vriendelijk met traps. En met vriendelijk bedoel ik dus totaal niet vriendelijk. Op het moment dat je niet goed oplet, word je gewoon gekild door traps. Dus traps kun je dus zeg maar een beetje vinden door hele kleine pressure plates. Dus daar moet je goed voor opletten. En kunnen ja, ze kunnen heel erg variëren tot een explosie in je gezicht. Een dartpijl trap die dus zeg maar in een muurverborgen zit. Of een steen die in één keer op je kop valt. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Oké, nou. Is dat een trap? Ja! Kijk, hier hebben we dus de boulder trap. Een boulder trap is instant dead op dit punt. Laat ik eerst eventjes gelijk even mijn health increasen. 20 health al gelijk. Daar ben ik blij om. Daar ben ik heel erg blij om. Zeg maar tot we nog geen resources vinden. Heb ik hem? Oké, nee, nou hebben we hem. Dus nou kunnen we hier veilig overlopen zonder dat die steen op ons zal vallen. Oké, dat maakt mij heel erg blij. Vijver, waarschuw me de volgende keer voor die dingen. Dat is jouw taak. Oké, nou eventjes een beetje materiaal even verzamelen om even te kunnen bouwen. Het zit eronder eigenlijk. Zoveel richtingen. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik bedoel, ik wil echt eventjes wat resources vinden. Want dan kunnen we dus zeg maar ons voorbereiden. Ik zie dat trouwens. Waarom heb ik dat standbeeld niet opgepakt? Ik bedoel, ik hou van decoreren. Ik bedoel, dit spel geeft ook zeg maar de mogelijkheid om zoveel mogelijk te decoreren. Dus slime, ga eens aan de kant. Ik heb hier problemen mee. Oké, nou. En een anvil statue. Doe me een beetje denken aan Anvilania. Volgens mij is dat tungsten. Is dit tungsten? Ja, wij hebben tungsten. Oké, dus in plaats van zilver hebben wij dus tungsten. Ik vind het best. Ik vind het best wel. Het zou fijn zijn als ik eigenlijk een glowstick zou vinden of zo. Maar op dit moment heb ik nog niet echt geluk met glowsticks. Of een accessoire is waardoor dat ik zou dubbel kunnen springen of zo. Die heb je ook in het spel. Oké, dan gaan we gewoon hier even verder exploren. En ik wou hier heel even kijken wat hierboven lag. Dus even een bruggetje maken. Niet te moeilijk maken. Hoppakee, wat zit hierboven? Water. En wat was dat? Wat is dit? Komt er een trein aan? Heb ik glowsticks? Nee, nog niet. Oké. Wat is dat geluid? Oh boy. Ik ga het gewoon negeren. Oh boy. Ah! Oh mijn god. Oké, dat is een worm. Ja, ik wist wat het was. Maar ik wou een beetje de spanning. Ik wou jullie een beetje de spanning delen voor op het moment dat je dit voor het eerste keer speelt. Wormen die kun je dus horen aankomen met dat. Ja, ik vind het een treingeluid, sorry.
En kunnen dus zeg maar behoorlijk irritant zijn, want ze kunnen je zo in een kloof douwen. En daar wil je zeker voor uitkijken. En ik zie hieronder heel erg veel tungsten. Het valt me op dat we heel erg veel tungsten al vinden in plaats van lood. Dus nou, laten we maar gelijk meenemen. Ik bedoel, waarom ook niet? Ik weet alleen nog niet of we dus goud of platinum in dit spel hebben. Dus nou ja. Laten we, hopelijk komen we dat later tegen. Oké, wat hebben we hier nog meer? We kunnen hier omhoog. Wat ben jij? Een muis. Oké. Ik denk niet dat een muis mij kwaad zal doen, dus laten we eens eventjes verder gaan kijken. Op een avontuur! Ik ben zo... Ik hou van avonturen, echt serieus. Dit spel heeft zoveel te bieden qua avonturen. Ik wil weten wat er boven zit. Ik bedoel, het is zo donker. Mag ik wat licht? Dank je. Oeh, spinnenwebben. Ja, normaal gesproken zou je niet echt blij worden van spinnenwebben. En ik spuug hier heel mijn scherm onder, echt verschrikkelijk. Maar een spinnenweb is dus heel erg handig, omdat dus zeg maar... spinnenwebben zijn eigenlijk een soort van wol die je in dit spel hebt. Dus je kunt daar zeg maar... silk van maken. En daarmee kun je dus zeg maar kleren maken of zelfs een bed. Dus handig om dat te weten. Nou, dit loopt eigenlijk best wel ver door. Waar brengt dit ons naartoe? Mag ik even hier een plateautje? Dankjewel. Oké, we zitten weer in het bovengrondse gebied. Oké, daar zit niks. Loop dood. Ik hoop eigenlijk een ondergronds huis of iets te vinden. Iets in die trend. Gewoon iets wat zeker, zeg maar, een goudkistje bevat. Oké, ik wil heel voorzichtig hier naar beneden vallen. Heel voorzichtig. Hallo, gele. Oh, ja, jij bent sterk. Oh, jij bent heel erg sterk. Ga weg. Ga weg. Oh boy, ik voel me nou net eigenlijk alsof in The Legend of Zelda. Daar is een boomerang eigenlijk ook een van je grootste vrienden in het begin van het spel. Stomme slime. Slimes en ik worden geen vriendjes, dat is zeker. Oké, hij is rood. Vandaag is rood de kleur van jouw dood. Oké, zo. Dat was eigenlijk best wel duister. Sorry. Oké, nou. Ik zie daar een standbeeld. Je kunt er niks mee, maar... Voor collectors, waarde. Mag ik hier een toortje, dank je. Laten we hem meenemen, waarom ook niet. Ik vind hem leuk. Oké, extra roop. Een paddenstoel kunnen we voor potions gebruiken. Maar op dit moment heb ik nog niet echt veel aan potions, dus. Ja, ik heb er wel veel aan, maar ik ken het. Oh, een tweede life crystal. Oh my god, het spel houdt van me. Zitten er geen booby traps, hoop ik, hè? Trouwens, ik ken alvast even wat zand meenemen. Waarom zie ik die slime niet? Serieus, waarom let ik... Ik ben gewoon overblaasd met van... Oh mijn god, kijk eens, wij zien een hard crystal. En let totaal niet meer op vijanden of iets. Niet slim. Oké, nou. Ik ben blij dat ik de recall potions bij me heb. Want die teleporteert ons automatisch naar huis toe. Dus we hoeven niet terug te lopen. Wat handig is. Oké, nou. De reden waarom dat ik even zand... met zand maak je glas. Dus... En dat is leuk voor decoratie, doeleinden alweer. En dan kunnen we dus zeker ook zeg maar heel veel andere dingen mee maken. Zoals lantaarnpalen en... dat we eigenlijk zeg maar een beetje ons huis als een village kunnen maken. Wat ik ook heel erg belangrijk vind is alle armors die we gebruiken, dat we die niet gaan verkopen. Maar dat we een speciaal huisje maken voor al onze armors en wapens die we dus zeg maar gebruikt hebben. Dus lijkt me leuk om dat te doen. Hebben we dus zeg maar als we dadelijk in aflevering 25 of zo zijn. En dat we dus veel sterker equipment hebben. Tot we dus zeg maar een terugblik kunnen doen van. Oh ja, en dat hadden we gevonden en dat hadden we gevonden. Oké, nou. Hoppakee. 140 health. Het gaat goed. Het maximaal aantal hearts dat je kan krijgen zijn dus zeg maar 20 hearts. Dus dat is 400 health. Klinkt heel erg veel. Maar hoe sterker dat jij wordt, de vijanden worden later ook sterker. Dus, maar daar komen we van eigenlijk wel achter. Oké, dit loopt eigenlijk best wel diep. En ik wil eigenlijk wel resources vinden. Blinkroot, oké, dat is handig voor een bepaald soort potions. Oh boy. Wil je alsjeblieft sterven? Dank je. Oké, ook eigenlijk heel erg belangrijk op het bunnetje na. Dit spel is modded free op het moment. Dus als je dit spel koopt, link staat in de beschrijving nog steeds. Als je het spel koopt, wat je hier ziet, krijg je in dat spel ook op het konijntje na. Dus wil je het konijntje er toch bij hebben, er is een tutorial op internet. Nogmaals, heb ik ook volgens mij een part 1 uitgelegd. Maar ik leg het nog een keer uit. Regeneration Potion. Die is handig. Tijdens een boss battle, niet eigenlijk als je zo rondloopt. Gel, wil je alsjeblieft sterven? Heb ik een glow stick? Heb ik nou een glow... Nee, natuurlijk niet, hè. Oh, boy. Baal ik eigenlijk wel van, want... Oké, wat zit hier? Ik wil eigenlijk ook kijken... Ondergrond zitten 9 van de 10 keer ook heel erg veel...
Er kunnen ook kisten ondergronds verborgen zitten en alles. Dus, wat hebben we hier nog meer? Dit loopt echt diep, jongens. We hebben echt geluk met de cave system. Ik zit even op mijn timer te kijken. En een aflevering wil ik ongeveer zeg maar tussen de 20 en 25 minuten houden. Dus echt het liefst maximaal 20 minuten. Maar het kan dus uitlopen tot hooguit 25 minuten. Tenminste, dat is wel een beetje de bedoeling. Aangezien dat dit een dagelijkse doordeweekse serie is. Dus, Oké, wat hebben we hier? Oké, we hebben hier dus dat. Gele slime potten die... Waarom heb ik nog steeds geen glowsticks? Spel, één glowstick is genoeg. Oh, echt serieus. Want dan kan ik gewoon een glowstick vasthouden en dan kan ik gewoon onder water kijken, want dan hebben we daar ook licht. En oeh, wat hebben we daar? Ik zie daarboven een beetje tungsten. Ken ik? Ik heb bijna geen dirt, dus... Ik moet echt eventjes wat meer dirt pakken, dus... Oh, vervelend, vervelend, vervelend. Oké, nou. Ik ga heel eventjes naar voren knippen tot ik even genoeg dirt heb om dus zeg maar bruggen en alles te maken. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, nou blijkbaar zit daaronder ook nog een hele cave system. Ik heb eventjes wat dirt. Ik heb hier gewoon eventjes door de muur heen gehakt. Waarom ook niet? Extra een beetje lood. Ik moet zeggen dat we heel weinig lood vinden en eigenlijk best wel veel tungsten. Aan de ene kant is het alleen... Oh boy. Aan de ene kant is het alleen maar goed, aangezien dat tungsten sterker is als lood. Maar ja, voor lood, dan moeten we bijvoorbeeld... Daar kunnen we een aanbeeld van maken. En dan kunnen we dus zeg maar onze wapens gaan maken en zo. Dus heel erg belangrijk om dat eigenlijk toch te hebben. En ik wil die tungsten naar boven ook hebben. Maar ik wil ook kijken wat daaronder nog verder zit. Dus zoveel te exploren, zo weinig tijd. In deze aflevering dan. Want ik wil de aflevering natuurlijk niet te lang maken, maar... Ja, het is wel belangrijk dat we zeg maar weer, als we bovengronds komen, dat we dus zeg maar wel het een en ander kunnen upgraden. En oeh, hier ligt heel erg veel. Oeh, daar ben ik heel blij mee. Hoe meer dat we kunnen maken, des te beter. Dus, laten we het even pakken. En vergeet niet, dit is oor. Dit zijn nog geen bars. Dit moet nog veranderd worden in bars. En ik geloof zeg maar dat je, drie oors nodig hebt voor één bar. Zoiets. Mocht je het niet weten, dan kun je dus zeg maar altijd naar Brian toe. Of hoe je guide ook in jouw spel heet. En dan kun je dus altijd vragen bij crafting. Kun je dus zeg maar het materiaal wat je dus wil weten, wat je ermee kan maken. Kun je altijd aan hem dan even geven. En dan laat hij een lijstje zien wat je ermee kan maken. En welke ingrediënten dat je daarvoor nodig hebt. Oh mijn god, dit spel is geweldig. Ik bedoel serieus, op het moment dat je dus zeg maar gewoon in het spel zelf kan opvragen. Waar dat je iets kan vinden. Oh, dat vind ik een van de beste dingen van een spel. Ik bedoel, als je iets moet opvragen op het internet, dan faalt het spel als je het mij vraagt. Maar goed. Ik wil natuurlijk niemand beledigen. En ik vind Minecraft ook nog steeds een heel erg leuk spel. Het enige nadeel is, Minecraft had echt een minimap mogen hebben. Dit spel heeft een minimap, is niet nodig, want het is eigenlijk een 2D. Maar ik vind het heel fijn dat hij er is. En Minecraft had inderdaad wel een beetje een betere uitlegsysteem mogen hebben. Maar ja, dat is alleen maar mijn mening. Dus voordat jullie beginnen van Minecraft is best game ever. Ja, Minecraft, daar kun je heel erg veel mee, maar... Het zijn gewoon echt maar de minor complaints die ik met Minecraft heb. En laten we heel eerlijk weten, Minecraft is een beetje overrated. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, er is geen enkele YouTuber, ik ben er zelf ook schuldig aan, die nog geen Minecraft video gedaan heeft. Dus, Oké, nou krijg ik heel veel comments dadelijk van, er zijn wel heel veel. Jullie snappen wel wat ik bedoel, kom op, geef me een pauze jongens. Jullie snappen wel wat ik bedoel, alsjeblieft. Oké, nou ik hoop hier nou iets te vinden. Ik ben alleen maar dieper en dieper aan het graven. En ik wil deze aflevering niet afsluiten met gewoon een klein beetje. Dus wat ik ga doen is, mocht er iets spannends gebeuren, ik ga gewoon heel eventjes nog een beetje extra exploren. En ik knip dus heel eventjes naar voren. Of ik doe eventjes een fast forward. Het is aflevering 2, dus echt al vooruit knippen lijkt me een beetje al overhaaste beslissing. Dus wat zal ik doen? Weet je wat, ik laat het gewoon lopen. Het is aflevering 2, jullie... Zijn nog een beetje nieuw met dit spel, dus alles wat nieuw is, is altijd mooi meegenomen. En weer tungsten. Echt, we hebben nog niks nieuws gevonden qua ores. Ik wil weten wat we hebben, zilver of platinum. Goud of platinum. Wil ik voor die twee kistjes? Ja, laten we dat doen dus. Maar ik wil even mijn ropes. Ik spuug echt heel mijn scherm onder elke keer als ik de P zeg, ik weet niet waarom. Oké, nou daar hebben we de ropes. Zo. En hebben we ondertussen een... Nope. Ik moet echt glowsticks hebben. Oh, spel, waarom geef je me niet gewoon één simpele glowstick? Ik ga heel eventjes terug naar die andere kant toe om eventjes te kijken of we daar iets kunnen... Weet je wat, ik neem jullie daar gewoon mee.
Ik doe het gewoon zo. Het is echt moeilijk om eventjes dit allemaal te plannen zo. Mijn excuses daarvoor, maar... Ik neem jullie gewoon nog heel eventjes mee naartoe en... Ga jij eens terug naar beneden. Slime, wees eens eventjes vriendelijk en ga eens even terug naar beneden. Fiver, zit me niet zo aan te staren. Je weet wat ik bedoel. Fiver, echt. Als ik jou niet had, voelde ik me hier heel erg eenzaam. Oké, sorry. Mag ik... Oh, er zit hier een boot. I have a bone to pick with you. Oké, nou. Ik heel eventjes naar die plek, zeg maar, waar dat ik zeg maar door de muur heen heb. Daar boven op de kaart zie je het al een beetje. En ik denk dat we dan eventjes die andere kant maar gaan exploren. Want we hebben geen glowsticks, dus we kunnen nog niet door het water heen. Ja, we kunnen wel door het water heen, maar dat zal een hele donkere ervaring zijn waar ik nog niet op zit te wachten. Dus, het zou handig zijn als ik een dubbeljump had. Maar, nou ja, aan de ene kant, we hebben goede progress. Ik bedoel, we hebben best wel veel tungsten gevonden. En we hebben 2 life crystals. Dus op zich niet verkeerd. We zijn nog niet dood gegaan. En ik hoop niet dat ik het nou jinx. Maar, of ja, dus een beetje verpest voor mezelf. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Dus in de volgende aflevering hoop ik jullie natuurlijk te zien. Gaan we verder met exploren. Hopelijk kunnen we dan onze equipment veranderen. En of hopelijk komen we iets spannends tegen. Ik weet het niet. We zullen het allemaal zien in de volgende aflevering. Ik dank jullie voor het kijken. Morgen gaan we natuurlijk weer verder met Let's Play Terraria. Heb je enige vragen in deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik was ZeldaPlay20 met deze aflevering. Ik hoop dat jullie nog verder een hele leuke dag hebben. En tot morgen. Doei!